Ik had je vandaag dus meegenomen naar Las Dalias. Ik kon vanochtend geen intro maken, daar was ik even te chaotisch voor. Zoals je kon zien is het daar dus echt ontzettend druk op Las Dalias. En ik moest er eventjes naartoe omdat ik naar mijn favoriete smudge en wierookkraampje moest en die stond daar. En als je kreeg je een beetje de indruk over hoe de hippiemarkten in Ibiza zijn. Als je er eentje hebt gezien, dan heb je ze allemaal gezien. Want eigenlijk staat overal dezelfde verkopers staan erop. Ik vind alleen Las Dalias een fijnere markt. Dat is wat kleiner en wat gemoedelijker. Maar vandaag was het zo tandjesdruk, jongen. Gewoon niet te doen. Als je in april gaat of bijvoorbeeld van de winter gaat, dan is het daar hartstikke lekker rustig. Maar nu, het is echt al geen doen. Bijna. Tenzij je van drukte houdt. Ik hou daar niet van. En nogmaals, ik ben al zo vaak op de hippiemarkt geweest. Ik heb het wel gezien. Maar toch ga ik morgen nog naar één hippiemarkt. En die ga ik je dus wel heel graag laten zien, want dat is wel mijn lievelingshippiemarkt. Dat is zo'n fijn marktje. Wij zijn daar toen een keertje per toeval tegen aangereden en die markt hebben we in ons hart gesloten. Dus daar gaan we morgen eventjes lekker naartoe en dan ga ik je mee naartoe nemen. Voor dan nu zeg ik buenas noches. Ik ga een hapje eten en dan ga ik naar bed toe, want ik ben kapot. Welkom op deze heerlijke dag op Ibiza. Dit zijn helaas de zwerfkatjes die hier rondlopen. Dus we gaan even een zak kattenvoer, een paar blikjes kattenvoer halen voor die schatjes. En zulke mooie katjes. Ze zien er niet heel mager of slecht uit. Maar een beetje extra liefde kan ik natuurlijk nooit kwaad. Vandaag neem ik je mee naar San Juan, de hippiemarkt in San Juan. Ik zal hem even omdraaien, aan de achterkant is het veel mooier. Neem ik je mee naar San Juan en we gaan eventjes naar de Eroski, dus voor de kattenvoer. Het is een heerlijke zondag. Het is hier nog heerlijk zonnig en rustig. Op San Juan wordt het waarschijnlijk hartstikke druk. Het is tegenwoordig daar net zo druk als op de Las Dalias en de Punta Arabi. Maar ik moet er toch eventjes naartoe omdat de sfeer daar gewoon zo goed is. En ik een aantal spulletjes moet hebben die ik daar altijd koop. Dat ga ik je zo lekker laten zien. Dus vámonos, we gaan.
kamer dus in San Juan. Waarom is het er niet? Daar weet het ook niet. Voorheen was het elke zondag inderdaad. Nu begint het in juni pas. Nou, er was hier dus altijd elke zondag, ook al in april, en de markt in San Juan. En nu is er dus helemaal niks, Alanda vraagt het net. En ze zeggen, ja, ze weten niet wat er aan de hand is. Het begint nu in ene pas in juni. Dus nou ja, we hebben dik vette pech. Dat is uitbater, hè? Van een van de cafeetjes hier wel. De uitbater van een van de cafeetjes hier, die zit bovenop de markt. Die zegt, ja, ik weet ook niet wat er gebeurd is. Nou. Dus die hebben ons ook maar verteld dat het in juni begint. Muchos strangers, zeg ik dan. Muy jammeros. Gaan we naar de biologische restaurant, markt, ja. Dinges? Laten we een bakje doen of zo. Een bakje doen. Van het strand, wat je heel goed. We gaan, ik kan even zo snel niet bedenken hoe die heet, maar dat zie je zo wel. Gaan we naar de biologische farm restaurantje. Volgens mij lopen hier allemaal, het is best druk, dus voor de rest geen reet te doen. Iedereen komt. Volgens mij allemaal mensen die de markt. Iedereen is hier voor de El Catos Ponani gekomen. Ik heb de muur achter me gezien, maar ik wil nu koffie zien. Ja, dus okay. we gaan naar, naar de farm, biologische farm. Ja, dinges. Ze zijn allemaal dicht vandaag, helaas, pindakaas. Nou. Koffie te drinken in bed. En ik klap op je nippels. Lekker warm koffie in bed. Wat gaan we doen vandaag? Een sfeerdraam, om het te zeggen. Want daar lag toch. Atlantis. Waar jij vandaan komt. Heb ik gehoord. Ik ben nog nooit op Esvedra geweest en ik geloof dat iedereen spontaan in een regressie gaat zodra ze bij die berg staan. Wat zegt ze toch allemaal? Denk ik, nou weet je, het zal me wel meevallen, maar op zo'n dag als vandaag, ja wat moet je dan? Dus is maar spontaan in regressie. We hadden het er net over dat ik dan daar helemaal daar thuis wil, dat we daar dan een huis moeten kopen van 85 miljoen euro. En dat is wel... De prijs ongeveer hier zo'n beetje zo op Ibiza. Zij al landen, dan heb je wel dat appartementje wat uitkijkt. Niet op Esvedra, maar op een tankstation. het is echt schandalig hier. De huizenprijs om te janken. Maar goed, uitgezeken. We gaan straks even lekker een ontbijtje pakken. En we gaan nog even naar Sluis. Nog even wat spulletjes halen. Ik ga je nog eventjes mijn strandje laten zien. Waar ik echt het allerliefste kom. Maar ja. Dan vandaag misschien in de regen, ik weet het niet. Iets minder stralend strandje ga ik je laten zien. Maar normaal gesproken is het bloedmooi. En nou, zullen we dat dan maar doen, schat? Je ziet er ook uit. Maar ik ben wel bruin. Ja, maar dat was je al, hè? Dat vergeet jij wel eens. Dat vergeet je wel eens, want je was natuurlijk al bruin. Het ziet er wel uit als ik op vakantie ben. Nee, je ziet er wel uit als ik op vakantie ben. Maar dan zien we er wel uit alsof we op een feestvakantie zijn geweest. Op je pizza, want we zien er niet lekker fris uit of zo. Ik heb ook allemaal pigmentvlekken, jongen. Zo mijn best gedaan. Ik zit in factor 100 onder een zonnehoedje. En het is gewoon al verpest. Hier aan de zijkant. Alles is alweer vol met pigmentvlekken. Nou, ik ben aangekleed. Wij noemen dit El Suetros Vetros. Wij gaan altijd ons hele eigen Spaanse taaltje hier spreken. Moeten we weer kaart lachen om onszelf. Maar goed, het is sweater weather. Het is echt koud. Ik denk dat ik Esvedra vandaag even over ga slaan. Want het onweert hier echt als malle zo tussendoor. Ik denk dat het iets te veel spanning geeft om op een berg te gaan staan met dit weer. Dus nou ja, op naar San Port San Miguel. Yeah.
Mijn moeder wijs alles. Dat weet ik niet. Mijn man wijs alles. Mijn man wijs niet. Ik gebruik een kleine koeken, maar de vrouw wijst alles. Eigenlijk moeten we die meenemen, die moeten we allemaal heb. Al die bloed spatten tegen de muur. Hier, het flanel is een stofje. Ik heb door die jeuk heen kunnen slapen. Volgens mij hebben ze echt al mijn vingers en mijn ellebogen gehad. Zoals in mijn haar. Ja, volgens mij heb ik ook op de kop geprikt. En het regent nog steeds. Ja. Het regent heel hard. Het regent best hard, hè? Ja. Nou, goed geluk. Kijk hoe stralend we zijn. Vannacht hadden we dus gewoon, zoals je kon zien, muggen. Echt, onze slaapkamer, dat lijkt wel de scene van Dexter. Want overal zitten gewoon bloedspatten tegen de muren van al die muggen die we gesleten hebben. Slagpartij was het. Ja. Ik ben er gewoon echt een half uur muggendozen te wel. Lopende bandwerk was het. Echt niet normaal. 4 uur 's nachts. We werden gek van die jeuk, overal. Weet je, dat zie je bij je vingers gaan prikken en in je hielen. En... alleen maar krabben. Ik heb alleen maar zitten krabben de hele tijd al. Overal al gewoon, hè? We hebben ze allemaal vermoord. En nu, met het resultaat dat we er nu zo uitzien, ik vind jou nog wel enig. Ja, jij bent nog wel frisjes. Ik ben niet frisjes. En mijn humeur is ook niet frisjes. Dus we gaan straks misschien naar die Esvedra, maar wel uitkijken dat ik mezelf niet van die berg afgooi. Of ik jou eraf gooi. Of dat je mij eraf gooit, dat je het gehad hebt met me. Maar nee, ik vind vandaag wel een moeilijke dag, een pittige dag om te zeggen, Ibiza is geweldig, I love my life, hashtag YOLO. De werk straks gewoon net zo goed thuis kunnen blijven. Het weer nee, dat is beter weer. Ja, maar hier wordt er nog wel voor ons gekookt. En dan moeten we het dan wel weer opeten met gillende kinderen. Want dat is nu ook... Vandaag zijn we hier nu 10. Ik kan geen gillend kind meer horen. Allemaal kleine kinderen, ja. Allemaal janken. Voelt zich allemaal net als ik me voel. Ja. Nou ja. We maken er maar weer het beste van. Eerst koffie, dan de rest van later. Ja, praten we verder. Praten we verder. Zie je zo. Is hij dood? Nee, hij leeft nog. Wip hem op. Oh nee, El Toros. El Torretje. Ja, oh nee, hij is op zijn hoofd gevallen. En deze kun je ook nog reanimeren. Kijk, hij gaat helemaal niet goed. Nee, straks frit hij op. Bij die man? Ah, hier, de Nada. Oh, daar ligt er nog één. Oh nee, die gaat tegen de muur op. Nou. Oh, Dios mio. Ze zijn allemaal uit de boom geregeld vannacht. Mijn kleren. Oh nee, daar ligt er nog een. Nou, to the rescue. Kom op, we gaan. Hier. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Komt goed, komt goed. Ja, hij doet het weer. Nou, door naar het ontbijt. Nou, dit is mijn ontbijt. Dit is zijn ontbijt. Ik lijk fucking Eucalypta wel. Weet je wel, die heks met het paarse haar of Mikmak? Oh, Mikmakos.
Oké, mede toe Esvedra. Volgens mij moeten we nog even een hike doen. Klein beetje filmen. Doe je rugzak om. Doe je rugzak goed om, dan kan ik hem... Is dit wat je van hebt verwacht? Nou schat, ik weet niet, want die berg is helemaal daar. We moeten nog heel takken en lopen. We made it to the car. We hebben het gezien. Wat vonden we ervan, meiden? Niets. De Hollander zegt, jee! Is dit overrated? Ja, van je leeftijd. Is het overrated, Jill? Nee. Geen spirituele ervaring gehad? Nee. Nee? Niemand in een spirituele ervaring bleef? Nee. Nee, geen regressie, geen... Nou, het is wat ik wel echt vond, het ruikt er echt heel lekker. Dat hele bospad, als je, dat is dat spul wat ik haal bij Las Dalias, maar wat je ook bij San Juan kan halen, bij Samoa of zoiets. Die hebben dus die kruidenmix om thuis te branden. En dit hele bos ruikt daar gewoon naar. Je ruikt allemaal lekkere dingen zoals lavendel en dennennaaltjes en zo. En echt, vond ik wel een ervaring. Dit hier heb ik echt... Niet zo, dat het zo lekker ruikt ergens, dat maakt niet snel meegemaakt. Nee. Niet herinneren. In de Efteling doen ze dat ook een geurbeleving, maar dat is dan met synthetische geuren. Maar dit is echt een geurbeleving vanuit de natuur. Ja, het is geen bloemetjesgeur. Ja, wel, gewoon... ik ruik wel lavendel ook. Ja. Oh nee, is dat zo? Ja. Lavendel? Dat ruikt naar, die, naar dat spul. Nou ja, ga niet verkouden, want dan mis je wat. Boerim Jaragoria.